Owen en Jean Lichtgaard, groep 7, Jorn, Jada, Xaveria, Thomas en Malou. Miss Finnie en de andere kant van het water. Pinky Pepper appte Mr. Finnie en zei dat het eiland ging zinken. Hij stapte in zijn finmobiel en ging naar het eiland en zijn avontuur begon. Hij ging op weg naar het eiland. Pinky Pepper wachtte op hem. Op het eiland. Ik maakte een grote bocht en vloog het strand op. Recht het strand op. Pinky Pepper zegt: aan de andere kant van het water van het eiland wordt het nu echt gevaarlijk. Help me alle dieren hier naartoe te brengen. En hij riep alle dieren om te komen. De zon was razendsnel ondergegaan. Hij kon niet zien waar de zee ophield. Hij volgde met zijn ogen een vallende ster. Hij had het warm, maar wiegde heerlijk heen en weer. En lag hij thuis in zijn schommelstoel.